En weer heb ik de hele dag voor niets op jou gewacht. Ik ben Jorik Zwart. Ik speel de rol van de professionele regisseur Albert in de voorstelling Amateurs. En ik ben Saskia Bonarius en ik speel Nelleke, ook een van de leden van het amateurgezelschap. Is er muziek voor de warming-up? Anders heb ik nog wel wat bij me. Ja, maar we gaan eerst praten. Oh, toch niet meer zo lang, hè? Ik heb echt zin om wat te doen vanavond. Ik ook, en we gaan ook wat doen en we gaan heel veel doen, maar we gaan eerst praten. Amateurs gaat over een amateurgezelschap. Die al jaren samenwerken. En ze hebben nu besloten om wat dieper te gaan, wat verder. En hebben daarvoor een professionele regisseur gevraagd. Kom op, jongens. Stop. Spring niet. Hoort eerst mij aan. Albert, het gaat niet zo goed. Luider, ik versta niet. Luider, het zal u echt niet beter gaan wanneer u zich voor even maar één zonder mij van uw gezicht ontheen. Het is niet aan uw sterveling om het sensor anders wat te dingen. En daar zijn ze nu hard mee aan het werken. Over 3 weken is de première of de enige voorstelling. Want zo gaat het natuurlijk met amateurvoorstelling. En tot nu toe is het nog allemaal niet heel denderend gegaan. En wat dan nog, mensen? We zitten midden in een belangrijke, essentiële discussie. En nu gaat het over roken. Waar zijn we dan verdomme mee bezig? Ik herken absoluut wat je als... dat zul je ook wel herkennen van dat je... het leuk met elkaar wil hebben. Dat mensen het voor een hobby doen. Dus ze willen het leuk en gezellig hebben. Waarom moet het dan opeens zo zwaar en zo moeilijk? Ik bedoel, het was altijd gezellig op een repetitie. Nou, we lachen ook nooit meer. Maar wil je verder of wil je... Het is net als met sport. Je kunt sport doen voor de lol. Maar je kunt het ook doen omdat je toch wel fanatiek bent. Of omdat je wilt winnen. En dat je daarin hard wilt trainen. En dat verschil en die verschillende ambities die kunnen gaan botsen. Wat wil je nou horen, Henk? Dat het allemaal beter was toen jij nog regisseerde? Nee, ik zeg alleen maar dat het volgens mij allemaal niet zo moeilijk hoeft. Misschien is het gewoon wat te hoog gegrepen. Ik snap eerlijk gezegd ook nog steeds niet precies waar het stuk nou over gaat. Ik heb een scène als Nelleke, de regieassistente, die eigenlijk niet meer wil spelen, want ze vindt het doodeng. Maar toch gedwongen wordt om te spelen, omdat een van de andere speelsters wil maar niet eens komen opdagen vanwege migraine. Dus ze doet dan maar de tekst. Ik speel niks. Nee. Niet spelen, gewoon zeggen. Actie. Wel trussen. Jezus. Maar met het zeggen van die tekst slaat het naar binnen. En door het naar binnen te laten gaan, wordt het ineens heel waarachtig. En speelt ze het eigenlijk heel mooi. Dat bijna buiten zichzelf om. En dat vind ik wel een hele leuke scène, omdat het ook iets blootlegt over het wonderlijke van spelen, van toneelspelen. Ik ben ervan gaan houden, vrees ik. Van de kou, de leugen, het verdriet. Ik vind de loop-scène de leukste. Tenminste, ik heb de hele repetitieperiode... Speelt u niet eens in? Ik speel er niet in, dus ik kijk er alleen maar naar. We gaan naar boven. Jullie kunnen toch maar heel even hier blijven. Even kletsen, vindt Erik ook gezellig. Vindt hij niet? Dat zegt hij net zelf. Een lekker kampultje, Erik. Man, dat zegt hij alleen maar. Erik heeft echt geen zin om met 2 seniele bejaarden te kletsen. We gaan naar boven. Jullie kunnen toch maar heel even hier blijven. Huh? Schrijf jij eens wat in voor de kinderen. Erik, lekker kampultje. Mam, alsjeblieft, we willen naar boven. Heel even kantig wel, Erik. Gezellig. Er wordt een scène gespeeld en op een gegeven moment er zit dan een herhaling in de scène. En op een gegeven moment gaat het mis en blijft hij maar herhalen. En ik heb echt de hele repetitieperiode niet met droge ogen naar die scène. Nee. Lekker kampultje, Erik. Stop. Jongens, ik heb een dijk van de déjà vu. Wat is er aan de hand? We zitten in een loop. Ja. Als mensen naar Amateurs komen kijken, dan weet ik zeker dat ze echt een fantastische avond hebben. Dat het een hele rijk gevulde avond is. Omdat het vreselijk om te lachen is. Af en toe een beetje om te huilen is. En dat er hele mooie beelden in zitten. Goeie! Hij doet het weer! Kom maar, hij! Alleen op het laatste klein stukje. Het gaat vanzelf, zit ik er zo in. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Harry, zo kan ik toch niet werken? Hele mooie muziek. Er zitten prachtige liedjes in. Dus het is echt, je kunt je helemaal laten gaan. We pakken het op na de kus, hè? Jammer, dat grapje. Oké, goed.